kleine schilderij achter mij met de Tobit en Anna. Die zitten te wachten op de komst van hun zoon. Die geld ergens is gaan halen en maar niet terugkomt en maar niet terugkomt. Hij is heel verdrietig dat hij maar niet komt. Zijn vrouw is maar gaan spinnen om wat geld te verdienen. En zo zitten ze in dat huis. Wat, ze waren vroeger rijk en ineens ze zijn arm geworden om allerlei redenen. Dat schilderij werd lang beschouwd als een werk van Rembrandt. En ja, toen werd het afgeschreven van Rembrandt. Ook door de conservator van het museum. Ze herkenden niet voldoende van Rembrandt in dat schilderij. En dus was het geen Rembrandt meer. Ik moet zeggen dat ik dat lange tijd wel begrepen heb. En het is eigenlijk toen ik 2 jaar geleden... toen we aan een boek werkten waarin dit schilderij opgenomen moest worden, me serieus met dat schilderij ben bezighouden. En tijdens dat onderzoek stapelden zich de argumenten op dat het best wel eens een Rembrandt zou kunnen zijn. Nou, de vraag hoe herken je een Rembrandt tussen al die Rembrandtieke werken is een moeilijke vraag. En de meest voor de hand liggende antwoord is natuurlijk om te zeggen, als het lijkt op een schilderij waarvan we zeker zijn dat het van Rembrandt is, dan zal het ook wel van Rembrandt zijn. Maar daarbij moet je natuurlijk een voorstelling hebben van hoe dan dat brein en die hand van die meester werkte. Want Rembrandt veranderde steeds. Hij was een echte speurneus naar een verrijking of een andere manier van omgang met het weergeven van een werkelijkheid op een doek. Er zijn op deze wereld honderden, zo niet duizenden schilderijen die de kenmerken hebben van een Rembrandt. Geconcentreerd licht, ruw verfoppervlak, een beetje wat ruw uitgevoerd en soms wat preciezer plaatselijk. Daar zijn er zoveel van. En die zijn op den duur, heeft men geprobeerd daar orde in te krijgen. Men heeft geprobeerd te kijken wat van die Rembrandtieke werken vals is, of imitatie, of van Rembrandt zelf, of misschien wel van een leerling. En daar ging van alles mis. En op goede dag is het Rembrandt Research Project begonnen om te kijken of dat op een zo wetenschappelijk mogelijke manier zou kunnen gebeuren. In die jaren hebben we mede dankzij natuurwetenschappelijk onderzoek met röntgen en andere technieken, hebben we zoveel geleerd dat we het schilderij als het ware transparanter wordt. Het wordt transparanter in de zin dat we kunnen zien welke denkprocessen erachter zitten. En daarvoor moet je niet alleen maar technische middelen hebben, je moet je ook verdiepen in wat was de gedachtewereld van waaruit Rembrandt werkte. En dat is eigenlijk pas een paar jaar geleden is ons dat gelukt. Eigenlijk was een van de meest wezenlijke en meest voor de hand liggende dingen was, het schilderij is gesigneerd. Er staat op Rembrandt F. 1659. We hebben toen een verfmonster laten nemen in een van de letters van die signatuur. En wat bleek? Die signatuur was er opgezet toen de verf van wat eronder zat nog nauwelijks droog was. En wat eronder zat hoorde echt bij het schilderij. Dat was niet een latere toevoeging of zo. Kortom, dat opschrift was er, ja, kon haast niet anders, door de maker ervan opgezet. Ook het feit dat het over Tobit en Anna gaat. En de geschiedenis van Tobit, Anna en Tobias, hun zoon. Want er is geen thema in Rembrandts oeuvre en in de activiteiten van zijn leerlingen wat zo vaak is weergegeven. Tientallen malen. Het schilderij zit op een ander schilderij. Dat is vreemd, zou je zeggen. Maar Rembrandt heeft wel tegen de 30 schilderijen gemaakt die op andere schilderijen zaten. Meestal zijn eigen schilderijen, maar niet altijd. Als schilders doodgingen, dan ging de hele inventaris op een soort van veiling. En ik vermoed dat niet verkochte schilderijen of nog onvoltooide schilderijen, dat andere schilders die kochten, omdat ze dan een goedkoop plankje hadden. Als dat er dan in onze ogen een, goh, wat een aardig, bijna museaal stuk zat eronder. Maar voor Rembrandt was dat alleen maar een ouderwets ding waar hij niks mee kon.
Het feit dat het op een gebruikt paneel was gedaan, sprak eigenlijk ook enigszins voor Rembrandt. Ook het feit dat dat een stilleven was, dat het in zijn inventaris, wanneer die failliet gaat in 1656, dan is er sprake van een reeks stillevens, en Rembrandt maakte zelf geen stillevens, waar Rembrandt op geschilderd had, die hij geretoucheerd had, waar hij dus ja, iets had zitten doen, en die hij misschien wel uiteindelijk wel eens eentje ervan helemaal heeft dicht geschilderd, een nieuw schilderij eroverheen heeft gemaakt. Maar meestal ging hij, hup, op het schilderij, terwijl hij het nog voor zich zag, begon hij erop te schetsen en maakte zijn schilderij. Hij keek er als het ware dwars doorheen. Het is vooral bij Rembrandt belangrijk geweest, het zogenaamde kamerlicht. En meestal is een schilderij is de lichtbron niet te zien. Maar als je de lichtbron meeschildert, en dat is dan een raam, zoals in dit geval, dan heb je een maximale hoeveelheid licht. Dat is nog altijd niet alsof je in de zon kijkt, maar het is toch heel sterk licht. En dan neemt de lichtkracht in de ruimte heel sterk af. En moet je dus zorgen dat op zo'n manier gebeurt, dat je die ruimtelijkheid, en de lichtwerking daarin overtuigend is. Als je vervolgens in de röntgenfoto van het schilderij ziet dat dat raam oorspronkelijk nog een raam erbij had. Dus dat betekent dat de lichtbron links groter was. En door Rembrandts hele oeuvre heen zie je dat hij eigenlijk voortdurend bezig is met hoeveel licht. Tot zijn laatste zelfportret. Heeft hij een witte muts op, schildert hij overheen. Zet hij een bruine muts erbovenop of zo. Hè? Hij zit altijd te rommelen met heb ik niet te veel licht? Zal ik nog wat meer schaduw erin brengen? En dat deed hij ook in dit schilderij. Dus hij haalt het kleine raam haalt hij weg. Verandert ook de muur daarnaast, waardoor die muur daarnaast weer wat donkerder wordt. En je ziet hem dus op een typisch Rembrandtieke manier met het licht bezig en de lichtkracht. Alles in dienst van de overtuigende weergave van licht. Dat was een van zijn obsessies. Rembrandt was werkelijk de schilder van het licht. Iets anders wat typisch is voor de Rembrandt van die tijd, hè, dus we hebben het nu over de late Rembrandt. Dat is namelijk dat Rembrandt heel veel gebruik maakt van het toeval. Het is op een manier vrij geschilderd die niet leuk schetsmatig is, maar op een vreemde manier waarin hij werkelijk onovertroffen was, laat hij de dingen min of meer terloops ontstaan uit wat er al was en wat hij er nog aan toevoegt en wat hij een beetje wegveegt enzovoort. Dan krijg je in een eigenaardig, onbestemd, nogmaals bij de late Rembrandt, een onbestemd beeld. Wat betreft het toeval is het goed om hier eens op in te zoomen. Want dan zie je hoe de kop van Tobit geschilderd is. Dan zie je eigenlijk dat hij maar met een paar vegen is aangeduid. Je ziet hoe dat blinde oog zo prachtig gesuggereerd is met alleen maar één zwarte veeg, waardoor die oogholte een soort van gat is geworden. Het oor zit als een frommelig dingetje wat licht vangt van achteren. De nek wordt met een paar toetsjes belicht. En vanuit heel weinig ontstaat dat beeld van die oude, verdrietige man die daar zit te wachten bij zijn vuurtje. Nou, is er wel gezegd dat de manier waarop Anna daar met dat spinnenwiel in de weer is, dat is eigenlijk zo klummelig. Kijk maar, dat handje, dat is een of ander raar propje, en dat spinnenwiel is een vreemd schijfje. Er was in de 17e eeuw de discussie, en die misschien wel een gevolg was van een schilderij wat Rembrandt had gemaakt, waarin een volle vaart een krijgswagen in de onderwereld verdwijnt en waar je de spaken van het wiel kunt tellen. Daar kwam discussie over. En vervolgens is er gezegd, ja, eigenlijk kun je een bewegend wiel kun je de spaken niet van zien. Dus dat zou je eigenlijk anders moeten schilderen. In dit schilderij zie je hoe die vrouw met die hand, want zij is eigenlijk bezig met één hand, de vlakke hand, dat wiel aan het aandrijven. Zie je dat wiel flitsend rondgaat, zodat je niet eens de velg van het wiel nog ziet. Het is één grote, prachtig, leuk geschilderde waas waarin dat wiel getoond wordt. Iemand die dol is op details zal zeggen, ja, maar ik bedoel, dit is allemaal zo ruwig en schetsmatig gedaan in dit schilderij. Maar
wie weet wat spinnen is en hoe je dat doet en hoe je je handen dan houdt. En die zal het onmiddellijk herkennen en die zal ook die paar lichte vlekjes herkennen als vingertoppen. Daarvoor hoef je niet te gaan zitten peuteren met de nagels erbij enzovoort. Ja, de late Rembrandt deed dat op deze manier. De Eendracht van het Land is bedoeld voor een grote politieke prent die erover gaat dat Amsterdam al vrede wil sluiten met Spanje en de anderen nog niet. Als je de opdracht krijgt om zoiets te maken, dan moet je onwaarschijnlijk veel figuurtjes in voorkomen, symbooltjes en dingetjes die allemaal gelezen moeten worden. Politieke boodschapjes zitten daarin. Dan moet je heel fijn, lineair schilderen. En je kunt wel met licht en donker wat compositorisch en de dingen naar voren laten komen. Maar dat is een hele andere manier van denken over licht en donker dan je in dit schilderij met zijn kamerlicht hebt. Dat gaat over iets, in dat opzicht over iets heel anders. De Eendracht van het Land is in 1637 gemaakt. 22 jaar eerder dan dit schilderij. Je kunt ze eigenlijk helemaal niet vergelijken. Dat heeft niks met elkaar te maken. Je kunt dan zeggen, ja, maar het is toch dezelfde man? Ja, maar dezelfde man denkt anders. En dezelfde man heeft een andere doel met het ene werk dan met het andere. En bij dat, juist bij dit schilderij speelt nou juist dat tekenachtige geen rol. Het gaat juist hoe het licht strijkt over de dingen. Ga je het vergelijken met de Titus, ook dan heb je het over iets heel anders. Iets van een hele andere schaal. En in zekere zin een eenvoudiger schilderij in zijn constructie en in zijn opbouw dan dit is veel complexer eigenlijk. Maar de schaal is veel kleiner van dit. Dus je mag niet de toetsen die je daar vindt niet vergelijken met de toets die hier zit. Die hier. En zoals gezegd, Rembrandt gebruikt de toets niet als een soort van handelsmerk. Hij gaat om met verf. En telkens op een andere manier kun je dingen vinden. Wat geleidelijk duidelijk werd, was dat het kennerschap faalt. Dat wisten we al lang natuurlijk, want ja, je hebt mensen die hebben een oeuvre van 600 schilderijen, een ander van 285. En allebei op grond van kennerschap hebben ze zoveel schilderijen aangewezen als Rembrandt. Dus het kennerschap is geen precies middel. Zeker bij een zoekende kunstenaar faalt het eenvoudig. Het idee dat jij op grond van een paar schilderijen die je wat aandachtig bekijkt en zegt, nou, en die moet er dus ook zo uitzien. Dat is het grote misverstand van het klassieke kennerschap. Dan kun je beter met de argumenten die ik net voorzichtig opgestapeld heb gaan werken en zeggen, ja, er is eigenlijk geen ontkomen aan. Het moet hem zijn.